Sparta-legende Wout Holverda scoorde heel veel doelpunten met zijn hoofd. Hij was een van de beste koppers die ons land ooit heeft gekend. Maar het heeft een keerzijde gehad, want door het vele koppen heeft hij Alzheimer gekregen. We gaan vandaag kijken hoe het met hem gaat. Woutje! Hey, Sander! Hele mooie sportoutfit. Hoe is het, vriend? Ja, goed. Goed je te zien, man. Ja. Hey, je kan zo de basis zien, joh. Ik denk, naar Wout kom ik niet met lege handen. Nee, zeker. Oude legende. Hey, hoe is het hier? Ja, ik vind het hier prima. Wel goed verzorgd. Hoe ken ik jou als een hele goed lachse man? Nou, okay. Had je ook een beetje op de been? Jawel. Jawel. Ja, kijk, ik word, regelmatig opgehaald door mijn zoon, mijn schoondochter, mijn dochter. En dat vind ik gewoon hartstikke lief van ze. En door de supporters van Sparta. Ook dat. Ja. Dat is bijzonder, hè? Ja, zeker. Dat doen ze goed. Ja, maar je bent niet alleen een Sparta-legende, je bent ook een die-hard fan. Nou, mis je wel eens een wedstrijd? Nee. Maar wel leuk, hè? Ja, joh, ik vind het geweldig. De heer W. Holverda. Ja. Kijk eens, wat een fantastische foto, man. Dit is het Holverda Museum. En welk shirt ben je trots? De 14. Eén keer geselecteerd voor het Nederlands elftal. Ja. Kan je je nog herinneren dat ze belden van, Wout, Holverda, Nederlands elftal. Zo moet het gegaan zijn. Ja, dat weet ik. Ja, dat vergeet je niet natuurlijk. Hey. Dat vergeet je nooit. Wat ging het toen door je heen? Ja, dat vond ik geweldig. Ja, dat was echt super. Ronald Koeman, Joop Hiele, Piet Schrijvers, Ben Wijnstekers, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Adrie van Tichelen, René van der Gijp, Wim Kieft, Peter Houtman, Wout Holverda. Ja. Hey. Zij toch mooi even bij, hè? Ja. Wie was de trainer toen? Oh, dat weet ik niet. Oh, hier, Kees Rijvers, ons coach. Ja. Dat zijn dus de dingen die je echt allemaal vergeet, die allemaal door je hersenpan glippen. Ja. En dat vind ik irritant. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar als ik dan dit weer zie, dan weet ik het weer. Hey, wat vind je het moeilijkste aan de ziekte? Dat je gewoon bepaalde dingen gewoon vergeet. Ook de basisdingen? Ja, ook de basisdingen. Ik kan er zelf niks meer aan doen, dus... Wanneer merkte jij voor het eerst dat er iets mis met je was? Ik was bij mijn broer in Spanje. Ik was de weg kwijt. En ik heb gebeld naar mijn broer. Ik zeg, joh, ik weet de weg niet meer. En toen is hij me op komen halen. Weet je nog dat de dokter tegen je zei dat je Alzheimer had? Ja, ze hebben foto's gemaakt van mijn hersenen. En dat was één grote chaos. En vertel eens iets over de shirts. Ik heb in Spanje ook gevoetbald bij Pego. Maar dit zijn natuurlijk de shirts waar het om gaat. Ja. Hey, maar hij kan niet meer zweet ruiken. Je hebt niet gespeeld. Je zat op de bank. Ja, inderdaad. Ik zat op de bank. Ja, nou, maar ja, goed. En Oranje won met 6-0 van Denemarken. Ze hadden je wel even mogen laten invallen, toch? Ja, eigenlijk wel. Ja, dat vind ik ook. Ja. Hey, dit is natuurlijk het legendarische shirt, Wout. Ja. Kijk eens, Efteling. De Efteling. Hoeveel goals zou je hier wel niet in hebben gescoord? Dat weet ik niet meer. Ik heb... Een hele hoop doelpunten gemaakt. Heel veel met het hoofd. Jij was echt een ontzettend goede kopper. Ja, dat klopt. En daar heb ik nou last van. Als ik het van tevoren had geweten, met het koppen, dan had ik het nooit gedaan. Nee, echt niet? Nee. Maar je hebt ook veel plezier gehad. Ja, natuurlijk heb ik heel veel plezier gehad. Maar ja, je vergeet dingen. Ja, nu zit je met de gebakken peren. Ja, inderdaad. Nummer 14. Ja. Van wie is deze geweest? Ook voor jou? Van de KNVB. Wauw, je speelde met Johan zijn nummer. Ja, inderdaad, Johan Cruijff. Kijk hem juichen. Ja. Dat is tegen Feyenoord, of niet trouwens? Ik heb geen idee. Oh, je juicht wel heel erg hard als je tegen Feyenoord scoort. Hey, wat is dat? Dat kan niet, hè? Nee. Gewoon een Rotterdamse club. Ja. Hey, zijn er wel eens dagen dat je denkt van... Nou, voor mij hoeft het niet meer, hè, met die Alzheimer. Ja. Wat een zootje. Ja, maar ja, goed. Kijk... dat wil ik mijn kinderen niet aandoen. Want ik wil niet doodgaan. Nee. Wat houdt je op de been?
Hoe hou je jezelf sterk? Sowieso word ik opgehaald door de supporters van Sparta. Dus dat vind ik gewoon heel belangrijk. De uit- en thuiswedstrijden. Ja. Dus eigenlijk houdt Sparta jou op de been? Ja, klopt. Dat is wel heel mooi. Ja. Hey, zou ik je eens wat vertellen? Ik heb een bal meegenomen. Ah, ja, ik zie dat je voetbalschoentjes aan hebt. Ja. Dat kan je nog wel, toch? Maar hier niet in mijn kamer. Nee, buiten? Ja, tuurlijk. Voor de deur? Ja hoor. Kom op, ga een balletje trappen. Ja. Hoppa, kijk eens eventjes. Niet te geloven, man. Voetbal je nog wel eens? Ja, af en toe. Oud-Rodenburg heb ik gevoetbald. Ja? En bij Sparta doe ik het ook nog wel eens. Ik kan het zien, je bent nog steeds een vorm, man. Niet te geloven. Hoppa! Je hebt mij verteld dat Thomas Verhaar jouw favoriete speler is bij Sparta. Ja, hij is altijd heel rustig. En hij raakt niet in paniek. En dat vind ik gewoon geweldig. Hup. Kijk eens eventjes. Kijk eens! Nou ga je altijd naar de Spartanen toe. Ja. Komen de Spartanen ook wel eens naar jou? Ik bedoel de voetballers zelf. Dat gebeurt niet. Nee. Hey, Wout, wie is dat nou? Hey, kijken we nou toch joh hier? Dat is goed? Ja, prima hoor. Is het tijd geleden? Ja, zeker. Schitterend, zeg jij. Eens even een balletje aan het trappen. Ja. Hij begint helemaal te stralen, man. Dit is mooi. Hey, dit is toch fantastisch? Geweldig. Ik heb een shirt voor je meegenomen. Het zou eigenlijk andersom moeten zijn, maar ik heb mijn handtekening er ook op gezet. Okay. Kijk eens eventjes. Hey. Super. Yes. Hey, ik zou zeggen meteen aantrekken, nee. Of niet? Ja. Schitterend, zeg. En hoe scandeerden ze jouw naam vroeger, Wout? Woutje Holverda. Hoe ging dat? Doet eens voor. Woutje Holverda. Woutje Holverda. Woutje Holverda. Tuurlijk. Kansloos. Ja. Ik lijk het lek van Pek wel. Zo. Ja, dat is lekker. Zelf halen. Ja. Zelf halen. Daar gaat hij hoor. Mooi dat hij er is. Ja, zeker. Dat is geweldig, ja. Jij hebt Wouter natuurlijk nooit zien spelen. Ik heb Wout nooit zien spelen, nee. Nee, dat was net te vroeg. Ja. Wat weet je van Wout? Ja, hij was een spits. Hij heeft één keer in Nederland zelf al gespeeld terwijl hij bij Sparta speelde. Dat is natuurlijk wel bijzonder. En in de glorietijden, dat ze Europees voetbal speelden. Dat weet ik nog wel. Ja. Wat betekent Wout voor jou? Nou, ik vind het mooi. Wout is een clubicoon. Ja. En het mooiste van allemaal vind ik dat hij gewoon nog iedere week op de tribune zit. Ja. En meegaat naar uitwedstrijden. Ja. Dus dat vind ik wel echt bijzonder. Het is dan ook een uitje voor mij. Ja, dat is het. Hij vertelde net dat Sparta hem eigenlijk op de been houdt in deze moeilijke tijden. Ja. Omdat hij zo uitkijkt naar de wedstrijden van jullie. Ja. Dat is bijzonder. Ja. Als speler besef je dat niet. Nee. Want je gaat gewoon voetballen. Ja. Hey, Wout, hoe vind je dat hij hier is? Ja, ik vind het geweldig. Ik ben er hartstikke blij mee, man. Mooi. Ja, het shirt zit goed. Ja, ja. Heb je nog een extra bal bij je? Ja, ik heb een extra bal bij je. Nee, maar altijd. Ik ben zwanger. Nou, ik ga weer op doel staan. Ik ben weer de pisang. Kom maar op. Degene die als eerste scoort. Gelukkig was het niet uitgesproken. Komt u, Wout? Oh. Komt steeds dichterbij die gasten, joh. Ah, die gasten komen steeds dichterbij, joh. Ja, nee. Heb je voor onze kijkers nog een echte tegelregel? Ik wil altijd winnen. Ja? Want als ik verlies, dan ben ik boos. Erin. Altijd gaan om te winnen. Ja. Dat is een mooie. Dat is, je moet wel. Is het ook een beetje jouw lijfspreuk geworden sinds je de ziekte hebt? Ja. Elke dag is zeg maar een soort strijd voor jou. Ja. Die je moet overwinnen. Ja. Nou, we hoeven alleen maar een elfte fotootje te maken met z'n drieën. Ja. De deugd in het midden, hè? Jawel. Ja. Ik ga zitten. Zo, met bal. Ja. Ja. Kan die? Oké. Heel leuk.